Mijn naam is DJ, ik ben tweede operator bij Cargo Aurora. Ik vind het werk bij Cargo leuk vanwege de vele doorgroeimogelijkheden. Dat veiligheid voorop staat, dat is een groot bedrijf. De storingen oplossen met elkaar en daarbij helpen. Ik heb zelf via een omweg het BOL-traject via de school gedaan. Er is, als je geen opleiding hebt van VAPRO B, is er ook een mogelijkheid om via Randstad het PBL-traject te lopen en dat duurt 2 jaar. Ik draai op dit moment op een vrij moeilijke afdeling, een van de zwaarste die we hier hebben. Daarvoor heb ik flexibiliteit nodig, stressbestendig en eigenaarschap om alle storingen en problemen op te lossen. Nou, ik ben Chris en ik ben tweede operator. Nou, ik ben Mike, ik ben eerste operator. Contact met de leerlingen, dat bevalt ons eigenlijk heel erg goed. Ze worden goed begeleid door ons, de jongens en de meiden. Nou, zeker weten. Ik ben 2,5 jaar geleden gestart via Randstad aan de opleiding BBL voor operator B. En nou, sinds een half jaar heb ik die afgerond. En de hulp die je ook aangeboden krijgt van Randstad om het traject te kunnen doen, nou, dat is gewoon goed. Nou, het voordeel dat is als je via Cargo werkt, net door Randstad zijnde, dat je dan je opleiding gewoon in je eigen tijd gewoon kan doen, buiten het werk om. Je moet uiteraard wel gewoon goed hard werken en je best doen. En laten zien dat je het ook echt wil. En als je dat dan voor elkaar hebt, ja, dan kom je gewoon in dienst gelijk. Nou ja, de tips die ik mee zou geven is, wees initiatief, open, gezellig. Doe goed je best, zeg maar, om dingen op te pakken. Als je dat doet, ja, dan kom je al een heel eind heen. Wat heb jij? Ja, je moet ook humor hebben. Meneer, ja. Die zou om en om vragen beantwoorden. Hij doet ze allemaal tegelijk. Naarmate je meerdere afdelingen kent, dan kun je doorgroeien naar eerste operator. En als je alle afdelingen kent, dan kun je allrounder worden. En uiteindelijk, als je echt zou willen, dan kun je ook voor assistent en dan wachtchef in aanmerking komen. Want wel van eigen initiatief af. Als je goed je best doet, dan kom je hoger op. Doe je minder goed je best, ja, dan zal je langer op een bepaalde functie blijven. En daarom ben ik nog tweede operator. Ja, en ik eerste. Ik zou graag anderen willen aanraden om bij Cargo te komen werken vanwege het goede arbeidsvoorwaarden. Wat zeg jij dan? Nou ja, op zich, de arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk leuk, mooi meegenomen, maar ja, de sfeer is ook gewoon echt tof. Leuke collega's, het werk is leuk. Zo. Cargo! Werk jij mee aan de toekomst?